Papa heeft gisteren nog laat getraind met de setjes. Mm-hmm. En daarna nog even de nieuwe kantine uitgetest. Ja. Heb je de wedstrijd gezien gisteravond? Nee. Kanonskogel van Koeman. Leuk. Kijk eens. Ah, dankjewel. Oké. Goed. Oh, mag ik nog heel even naar de wc? Nee. Nee, dat kan echt niet. Dat kan niet. De wc is kapot. Ja, gaat wat bloed in een mens. Zie je eerst een lijk? Ja. Nou, dan zullen we nog heel wat volgen. Hoe oud is ze? Waar is ze? Ga jij die moeder ondervragen? Waar is ze? Ik wil haar zien. Kom nou. Waar is ze? 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 Ik maak hem af! Ik maak hem af! Wat gaat hij voor 30 jaar de bak in? Ik zag hem aan stukken! Ik maak jou dood! Als er iemand dood moet, dan ben jij het! Ik zag jou aan stukken! Cel in! Ik zag hem aan stukken! Ik maak jou maak ik dood! Jou maak ik dood! Wordt er tegenwoordig niet meer geklopt? Lees dit eens. Ik schrijf u deze brief omdat ik mij ongerust maak. Het betreft een zaak die acht je... Wat voor zaak? Overval op een tabakszaak. Dood meisje. De dader komt binnenkort vrij. Ik raad u aan... maatregelen te nemen, anders gebeuren er ongelukken. Afzender anoniem. En daar hou jij allemaal mee bezig? Papierwerk. Denk je dat ik niet moet? Nee, jij moet niks. Dat is zo mooi tegenwoordig, hè? Niemand moet meer iets. Ik heb een geheugen als een vergiet. Mijn eerste lijk. Zo. Tel jij ze, lijken. Ja. Heb ik ook een tijd gedaan. Ik was namelijk bezig met het schrijven van een tv-serie met als titel... De commissaris die over lijken ging. Nou, bij lijk nummer 98 ben ik maar gestopt. Dat is wel een treurigheid. Paul, laten we ons niet bezighouden met oude lijken. We hebben genoeg aan die van vandaag. Wanneer komt Leonie terug? Morgen. Waar is ze ook alweer heen? Waar ze naartoe is? Venetië. Venetië. Sorry. Ja, sorry. Ja. Ik weet niet waarom, maar... het gaat niet goed met jou als je collega weg is. Is iets met die brief? We zijn hier niet van de libellenpaal. We beantwoorden geen ingezonden brieven. Dag op.
Telefoon, schat. Jo. Met Hanna Kallenbach? Hanna, met Henk. Hey, hallo. Je gaat toch niet weer afzeggen? Nee. Maar het wordt wel wat later. Ik moet namelijk... Noordholt, die moet geflooid worden. Schat, wie is dat? Dat is Henk. Hij is zijn hond aan het ontvlooien. Hij rookt en hij kookt tegelijkertijd. Hij zou zijn rechterarm voor me laten afhakken, maar van zijn check kan hij niet afblijven. Beetje moeilijk draaien met één hand. Wat zeg je? Wat? Beetje moeilijk draaien. Nee, ik kom dus wat later, hè? Oké, prima. En Henk, geen cadeautje, hè? Nee, dat vergeet je namelijk. Nee, goed. Dus tot straks. Oké. Ik verheug me erop. Ik ook. Tot vanavond. Dag. Oké, daar zijn we weer. En waarom deze keer? Waarom wat? We hebben een jongen uit lijn 13 geduwd. Twee boodschappentassen opengetrokken. Daarvan is aangifte gedaan. En vervolgens hebben jullie een vrouw, waarvan ook aangifte is gedaan, mishandeld in de tram. Ja, niemand die deed iets. Uitspugen die troep. En gaan jullie nu zelf papi of mami bellen? Of moeten wij dat doen? Maar het stelt toch helemaal niks voor? We doen het zo vaak. Onthoud je zelf even dat je dat hebt gezegd? Dat helpt straks bij de rechter. Ik bel? Tof vest, zeg. Waar heb je die gekocht? Ja, precies 15. Zoek je? Bent u geen postagentschap meer? Heb je wat aan je ogen? Pak je kauwgom alsjeblieft. Hoog is terug, dus. Conciërge. Ja, ik moet alert wezen. Heb jij nog iets nodig? Nee. Oké, rechercheur, wat kan ik voor je doen? Pak je kar gewoon eens. Het is 1,85. Hufter. Mevrouw, kan ik u het vragen? Waarom laat u ons niet met rust? Hebt u misschien deze brief gestuurd? Nee. Allemaal jaren geleden. Mijn man kan er eindelijk mee omgaan. We moeten verder zien te leven. En u weet dat die jongen, die Marcel Dijkstra, binnenkort vrijkomt? Ja, dat weet ik. Ik wil gewoon voorkomen. Ja, wat wilt u nou eigenlijk? Komt zomaar onze zaak binnenvallen om te vertellen dat de jongen vrijkomt? Wat moet ik daarmee? Ik kan u verzekeren. Dag, meneer. Sommige mensen maken zich zorgen nu je vrijkomt. Mensen? Ja. Jij? Ja, is, zoveel gescholden en gedreigd over en weer. Er is wel veel tijd voorbij gegaan. Maar ja, je weet me nooit. Dus u maakt zich nu zorgen? Klopt? Is er niks beters te doen? Wat ga je eigenlijk doen als je morgen vrijkomt? En een familie? Ik heb geen lieve ouders, nee. Nee? Nee. Waar ga je heen? Dat gaat niemand iets aan.
Wat is het? Een psychologische test of zo? Ik heb er al genoeg gehad, hoor. Ja, iedereen is erover eens dat jij terug kan in de maatschappij, toch? Ja, behalve jij. Ik wil gewoon niet dat er ongelukken gebeuren. Zolang men mij met rust laat. En waar ga je dus naartoe? Ik ga naar Zeeland. Nieuw-Zeeland. Is ver weg. Dat is nou wel een bouffé. Oké. Ja, zo kan hij wel weer. Zeg, liefje, ik ga eventjes afwassen. Rol jij dan straks naar de kat? Flauw. Nee, het doet zo geheimzinnig. Het is iets met oplichters. Ze hebben hem bestolen. Oplichters? Ja, moet je voorstellen, een politieman bestolen. Hij is kwaad. Ik wil wel met hem. Ja? Maar hij zal niet veel zeggen. Hij weet alles beter. Hij regelt alles zelf. Mm-hmm. Ja, en mannen zijn allemaal hetzelfde. Je helpt hem, hè? Wat? Je helpt hem. Engels pijn. Zie, je mag dat eigenlijk op met ons. Oh. Ja. Die weer. Schrikkelijk. Nou, leek mij de ideale vrouw voor jou. Ja. Oh ja. 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 Jullie spreken elkaar toch nog wel? Nou, ja, telefonisch. Mm-hmm. Heel goed. Frans heeft ook nog een appelstroedel gepakt. Zo. Ja. Maar jij mag natuurlijk niet zoetigheid. Nee. Ik heb namelijk suiker. Ja, ik heb MS. Zo. Oh. Vreselijk, hè? Ja. Geen diner zonder sigaren. Ik vond het eten echt, was voortreffelijk. Nou, wie had het nou ooit gedacht dat ik van jou nog wel eens een compliment zou krijgen over mijn kookkunst? Zeg Frans, hoe zit het nou met die oplichters? Ik bel je wel als ik je nodig heb. Vond je kaarten? Ja, piekenpunt. Piekenpunt! Nachtdienst. Oude jongens. Zeg. Weet jij dat zijn weekje de hoort op gaat naar België? Zo. Zul je me missen? En hoe? Waar gaat de reis heen? België. Zo. België. Leuk. Helemaal blij. Ja. Dat reisje is voor hem bedoeld dat hij zijn dagje vrij heeft. Nou. Ik wil helemaal niet naar België. We moeten nou in Hasselt. Oh, wacht even. Leuk. Ik lig in een deuk. Alsjeblieft. Ja. Ja. Nee, dat is goed. Ik zie straks al. Ja. Goeiedag. Een afspraak met de hoofdinspecteur. Mm-hmm. Wat is uw naam? Mevrouw Schipper. Ik heb mevrouw Schipper hier voor jou. Ja. Eerst goed. Hij is binnen, maar als u nog even een momentje heeft, is hij zo bij. U kunt even plaatsnemen als u wilt. Dan kon hij dan gewoon weg? Ja, het een congres, hè. Ah, doe maar eens een congres. Ja. Maar moet je kijken, echt helemaal niks te zien. Het is hier, vier rolletjes geschoten. Oh, hier de San Marco. Ik in de gondel, geloof ik. Bij het hotel. Echt helemaal niks te zien. Oh. Ja, ik denk... Die brengen ze naar zo'n speciaalzaak. Cineco heet dat, geloof ik, of zo. Dat is beter dan zo'n 1 uur service. Nou, allemaal naar de kloten. Ja. En hoe ging het tussen jou en Nick? Oh, heel goed. Heel goed. Over die ene keer toen ik te veel op had en opeens René tegen me zei. Wie is in godsnaam René? Ja, weet ik niet. Je had wat achter Nick Hille gezocht. Nick Hille? Hoezo? Heb jij soms ook wat met hem? Ik? Oh, sorry. Is Paul er nog niet? Ben ik niet. Kan ik helpen? Nee, niks. Ah, je bent dus terug. Nee. Waar was je? Venetië. Je bent niet echt bruin geworden. Congressen. Met Nick Hillen. Veel vergaderd. Vervelend, hè? Vergaderen, ja.
mevrouw Schipper. Wat kan ik voor u doen? U moet ons beschermen. Een van uw mensen haalt ons hele leven overhoop. Ik ben bang. Straks gebeuren er ongelukken. Nou, dat zal wel meevallen. Weet u wat? Gaat u mee, dan kunt u in alle rust uw verhaal kwijt. Appie, kun jij je Paul lokaliseren? Hij moet als een sodemieter hier naartoe. Ook al is het vrijdag. Ja, is goed. Dat kan die collega van u echt niet maken. Ik begrijp iets niet, mevrouw Schipper. U vraagt mij om regisseur De Vos een soort van straatverbod op te leggen. Is dat correct? En tegelijkertijd vraagt u om politiebescherming. Vat ik beide verzoeken zojuist samen? Hij komt zomaar langs. Een man uit de zenuwen. Hij loopt rond. Hij zit in ons leven te vroeten. Hij stelt vragen. Ik krijg Annemieke toch niet meer terug. Nee. En dat staat los van het feit dat u om politiebescherming vraagt omdat de dader binnenkort vrijkomt. Ik sta doodsangst uit. Begrijpt u dat dan niet? Ik begrijp u volkomen. Om u de waarheid te zeggen, ik ben één en al begrip de hele dag door. Ja, goed. We houden de zaak in de gaten. Daarom heb ik de rechercheur ook naar u toegestuurd. En wat de dader betreft, nou, die heeft zijn lesje voorlopig wel geleerd. Die waagt zich voorlopig niet meer bij u in de buurt. Niemand denkt aan de slachtoffers, niemand. Ons leven is totaal verwoest. Ziet u dat dan niet? En straks dan staat hij op de stoep en dan... Anna. Ja, waarom zou die man dat doen, bij u op de stoep staan? Die waagt zich daar niet meer. En wat regisseur De Vos betreft... Die zal ik toespreken. Hij is misschien wat te ver gegaan. Hij maakt zich waarschijnlijk dezelfde zorgen als u. De bedoeling was goed. Ik begrijp heel goed hoe u zich moet voelen. De dader komt binnenkort vrij. U staat doodsangst uit. Iedereen zou dat hebben in uw plaats. We weten nog wel wat hij gezegd heeft toen. Ik zaag je in stukken. U was er zelf bij. Iedereen zou iedereen in stukken zagen. Ja, zo was het. Ja. Ach, mevrouw, de mensen zeggen zoveel als ze kwaad zijn. Hè? Mocht hij gaan dreigen, wat ik overigens betwijfel, dan zijn wij er altijd nog. Ik zal de nodige maatregelen nemen dan. We houden contact. Dat is hem. Kun jij mevrouw begeleiden? Ja. Ja? Paul? Die zaak lag op de plank, dan had ik hem liever gehouden. Ik weet niet wat je allemaal hebt uitgesproken, maar... die vrouw die is dus bang en boos tegelijkertijd. Ja, het is inderdaad allemaal nogal verontrustend, hè? Dat zei ik al. De geest moet terug in de fles. Ja, nou, dan zie je toch dat ik gelijk heb. Gelijk. Hemel en hel zitten vol met mensen die gelijk hebben. Als dit paniekvoetbal wordt, dan sta ik niet graag in jouw schoenen, vriend. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wat heeft ze allemaal over de man verteld? Dat hij aan het doordraaien is? Hij is echt paranoïde, hoor. Hebben wij het allebei over hetzelfde? Ja, die man is een wandelende tijdbom. Die staat op springen. En die vrouw die is juist bang dat die dader, hoe heet hij ook alweer, die Dijkstra haar man in stukken zal zagen. Maar wat heeft hij daarvoor belang bij dan? Ja, weet ik veel. Ze vreest voor het leven van haar man. Heb je dat wel goed gehoord? Ja. Met mijn oren is alles prima in orde. Dank je wel. Die familie moet gerustgesteld worden. Oké. Mag ik dat... Nee. Dat heb ik nog niet uit. Dat leg ik straks al op je bureau.
die Paul. Hey. Hey. Hallo. Hey, hallo. Hey, Leonie, wat leuk dat je weer bent. En hoe was het in Venetië? Heb je een leuke tijd gehad? Nou, Paul, geweldig, fantastisch. Moet je ook eens doen, heerlijk uitgerust. Hey, Leonie, fijn dat je er bent. En de rest ben ik vergeten. Leuke tijd gehad, fantastisch, moet je ook eens doen. Nou. Geweldig, fantastisch, moet je ook eens doen. Kusje, kusje, kusje. Gezellig, gezellig, gezellig. Hoe was het hier? Ja, zou ik zeggen. Hetzelfde oude liedje. Ik ben bezig met een zaak uit de tijd dat ik nog in de uniformdienst zat. Leuk. Hey, ken jij misschien een René? René? Ja, uit die uniformdiensttijd bedoel ik. Nee. Hoezo? Nou, laat maar. Beste mevrouw, we schrijven u deze brief omdat we het ook niet goed weten wat er gebeurde. We hebben er nu over nagedacht en nu weten we het nog niet. Maar het gebeurde plotseling. Het waren niet Lizzie en ik die het deden, ook al deden we het wel. U kan er nu verder ook niks aan doen, maar we willen wel even zeggen dat het ons spijt. Ja, en zo is het gebeurd. Echt waar. Mooi. Zullen we wel opsturen? Ja, maar wacht eens even. Wat moeten wij nu? We hebben toch sorry gezegd? We hoeven het zo gemeen te doen, hoor. Je begrijpt ons toch wel? We willen graag naar huis. Ik zal jullie vader wel weer bellen. Ik heb het dossier gekregen van der Scheur en ik moet jou kennelijk een beetje in de gaten houden. Ja. Wie zei dat die sigarenzaak al 9 keer is overvallen? Staat dat daar? Ja. De ene keer komt zijn dochter om het leven, daarvoor 2 keer. Sindsdien is het nog 6 keer. Ja, je moet er maar zin in hebben om zo'n winkeltje te runnen. Ja. Wordt je dochter zomaar de schedel ingeslagen? En nog een zootje overvallen? Zou jij achter die toonbank kunnen blijven staan? Herinner jij je eerste lijk? Man, 82. Rolstoel. Zat 10 dagen dood te wezen met de televisie aan. Stonk. Vliegen. En wat zag je verder? Een bovenwoning, 2 kleine kamertjes, een opklapbed, maar wel een gigatelevisie. Oh ja, en hij was bezig in een heel dik boek. Ik weet nog wel dat ik dacht, zo'n man, zo'n boek. Umberto Eco. Wie? Die man? Nee, die schrijver. Die schrijver van het boek. En op de dressoir stonden allemaal fotootjes van kinderen en kleinkinderen. Van die monsterlijke lijstjes. En was een vrouw die al veel eerder was overleden. Je weet dus alles nog? Ja. Is dat nou een mooie herinnering? Of, Nee. Ja. Afschuwelijk. Ja. Mooi. En jij? Ja, bij mij is hij nog niet compleet. Maar ik vertel het je wel als het zover is. Je bent niet erg bruin, hè? Congres. Oh, heet dat tegenwoordig zo. Waarom was het deze keer? Ze wilde op tijd op school zijn, maar die klote tram die kwam maar niet. En toen zei ze gaan mieren. Wilt u niet zitten? Nee, ik blijf liever staan. Waarom bent u gisteren niet meteen gekomen? Straks worden ze voorgeleid. Wilt u ze nu zien? Nee. Keer op keer heb ik ze gewaarschuwd dat ik hun gedrag niet langer tolereer.
Stop ze maar in een inrichting. Ik kan ze niet meer aan. Meneer, als u nu weggaat, dan moet u goed bedenken wat er dan gaat gebeuren. Als ze eenmaal in die molen zitten van kinderrechten en in inrichtingen, dan kan dat ook verkeerd uitpakken. Ze hebben spijt en ze hebben een brief geschreven. Misschien is de schrik van een nacht op uw bureau wel genoeg geweest. Ik zeg het zoals het is. Ik trek mijn handen van ze af. Maar ik moet ze morgen vrijlaten. En wat dan? U doet maar, mevrouw. Herbalisant Tom Kaufman. Wel eens van gehoord? Ik steek je papierbende nog eens in de fik, hoor. Waar ben jij mee bezig? Een overval op tabakzaak Schipper. 3 jaar geleden. Oh, ja. Ja. Er staat daar dat Schipper waarschijnlijk geschoten heeft. Ja, die eigenaar die zei dat die overvaller zichzelf in zijn been had geschoten. Dat die overvaller zichzelf in zijn been geschoten heeft? Ja, die moet hier ergens staan. Kijken. Hier. Nee, het was de 6e keer. Slachtoffer van de overval verklaart dat de dader zichzelf in zijn been heeft geschoten. Slachtoffer deed geen aangifte, dader ook niet. En toen heb jij verder niks meer gedaan? Nee, niks meer gedaan. Geen verder ballistisch onderzoek? Wel ballistiek onderzoek. Hier. Ze hebben die kogel uit zijn been gehaald, maar het kaliber kwam niet overeen met het kaliber van zijn wapen. Vandaar het woord waarschijnlijk. En waarschijnlijk heb jij er toen helemaal niks meer aan gedaan. Nee. 6e keer, Paul. Ja. Die man heeft een vuurwapen, dat laat je toch niet zomaar passeren? Kijk, dan pak ik het af, hè. En dan neemt hij de trein naar Antwerpen en dan gaat hij bonbons eten en een paar winkels verder koopt hij een nieuwe knaller. En wat? Een nieuwe knaller. Knaller. Bedankt. Graag gedaan. Ik ben weg. Nog één. Sorry van de vorige keer. Het is al goed, hoor. Ja. 9 jaar. 3 maanden en 2 dagen. Als je als ouder je kind overleeft, dat is de grootste straf die God voor je in petto heeft. Er zijn al die overvallen niks bij. U heeft de zaak nooit van de hand willen doen? Nee. Ook nooit overwogen? Nee. Moet ik heen? Ik ben hier mijn hele leven geweest. Een sigaartje? Nee, bedankt. Kopje koffie. Kopje koffie? Ja. Een kopje koffie. Ja. Kom je uit Amsterdam? Niet geboren, nee. Nou, ken je mijn club natuurlijk niet, hè? Goed hoor. Bijna beroepsorde. Huh? Ja, maar ja. Blauw-wit was sterker. Blauw-wit was sterker? Ja, we zitten in de bekerfinale. Op het laatste moment maken ze gelijk. 1-1. Strafschoppen, zij winnen. Ja. Eeuwig zonde. Hmm. Ja, wat voetbal betreft, daarmee ben ik opgehouden sinds Nederland van Duitsland verloren in 1974. Hield uw dochter Annemiek van voetbal? Ging elke zaterdagochtend met me mee. Maar ja, misschien deed ze het wel voor mij. Ze deed alles voor me. Als het 's nachts wat laat was geworden, werd zij de winkel lopen om mij te redden. Ja. Maar ja, toen ik haar moest redden, was ik er niet bij. Heb je zelf kinderen? Ja, 2. Dochter? Ook. Hoe heet ze? Nou, dat doet er nou even niet toe, hè. Ik wens je het beste. Meneer Schipper, luister eens. We hebben sterke aanwijzingen dat u in uw winkel een wapen verborgen houdt. Dat wil ik graag van u hebben. Ik heb geen wapen. Oh, nee? We weten zelfs welk type wapen u heeft. Heb je wat aan je oren? Ik heb geen wapen. Moet ik even gaan kijken? Heb je een huiszoekingsbevel? U weet net zo goed als ik van het een komt het ander. Wees u nou verstandig. Ik zeg je toch, ik heb geen wapen. Oké.
Van der Scheur, ik wou even spreken. De sigarenman, hè, die heeft dus een wapen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid? Wat zit je nou te fret in? Ik wil een huiszoekingsbevel. Ja, de officier ziet me aankomen. Ja, maar die zaak gaat escaleren. Ik heb met die Dijkstra gesproken. En die beweert dat hij gaat emigreren. Maar wie zegt mij dat hij morgen direct naar Schiphol gaat, weet je wel? De jongen is mij veel te... Ja, het liefste jongetje van de klas. Is dat? Dit is voor de hond. Ja, dat klopt ook volgens het rapport. Is dat zo? Rapporten, psychologen. Alles wat op papier staat is zwart en wit. Hoe lang werk je dan bij de politie? 10 jaar. Nou, dat zou je dan toch van de hand moeten weten. Van der Scheur? Henk, met mij. Ha, Frans. Ja, zeg het maar. Ze is er. Wie? Die vrouw met die ring. Vrouw met die ring? Ja, Henk, je kunt komen. Ja, je moet komen, zou je bedoelen. Nou, moet. Ja. Ja, je moet. Moet dat nou? Ik ben even bezig. Zo, de mieter toch op. Je kunt toch wel even? Je kan toch ook gewoon aangifte doen? Lamschaal. Zo, de u. Nou, hou maar op. Anders is ze weg. Weet je wat? Vooral blijf het vol. Nou, wil je even... Ik kan het niet en ik wil het niet. Er is toch geen enkel bewijs dat daar een wapen is? Alleen maar vermoedens. Jij zou die mensen toch geruststellen? Ik wil gewoon een huiszoekingsbevel. En je krijgt het niet. Scheurtje. 9 overvallen in, wat is het, pakweg 12 jaar. Zijn dochter om zeep geholpen. Nou, heeft hij een klein voorzinnetje getroffen. Nou, en? Heeft hij dat wapen gebruikt? Ja, ik heb daar aanwijzingen voor. Aanwijzingen? Ja, een zaak van een paar jaar geleden. Zwart op wit? Ja. Oké. Nou, ik wil het dus gewoon niet. Het is nee en het blijft nee en nou ga ik weg. Wat is dit? Voor de hond. Ja, mijn neus. Over een paar weken vragen we ons af, hebben we ons druk over gedaan. Ja. Of we zeggen, hadden we maar een paaltje de Vos geluisterd. Ze zit in de Zanzibar. Die vrouw die herken je meteen. Niet onaardig, een beetje mollig, donkerblond. Mooie pumps. Hier, dit willen ze graag zien. Biljetten zijn gemerkt. Goed zo. Heb je altijd zoveel cash bij je? Nou, die dag wel. Ik had wat gewonnen. Wist niet dat je gokte? Wist ik niet. Er is zoveel wat je niet weet. Ja, dat begin ik ook door te krijgen. Moest toch wat? Ik ga toch niet iedere dag die Carmichelt-route lopen. Ja. Waar ben je? Achter. Neem het ruim. Ik trakteer. Flister? 7. Heb je een klein? 7. Doe maar van een joetje. Ja, ze zien. Dank u wel. Daar. Wat wilt u van me drinken? Nou, ik wou u net Nee. Ik was eerst. Ik was eerst. Nee. Schenkt meneer nog iets wat in? Dank u wel. Alsjeblieft. Proost. Proost. Hoe mag ik u noemen? Mijn naam is Cowboy Henk en hij leerde zijn volk niets. Mijn naam is Christine. Oké. Henk? Henk. En is Cowboy Henk getrouwd? Bent u getrouwd? Oh, kijk eens, hè. Een mooie ring. Prachtig. Ja, schitterend. En wat doet u voor werk? Nou, ik wil het u wel vertellen, maar dan moet u me beloven niet te zullen lachen. Nou, ik denk dat u het me niet hoeft te vertellen, want ik denk
Misschien? Ja. Dat u autohandelaar bent. Nee. Ik leid blinde geleidehonden op. Oh, blinde geleidehondenopleider. Juist, ja, 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 ja. U had me beloofd niet te zullen lachen. Sorry. En wat doet u voor de kost? Hé, waar is mijn ring nou? Mijn ring lag hier toch net? Ja. Waar is die nou? Weet niet. Oh, hij lag hier net. Ja, dat zag ik, ja. Hoe kan dat nou? Weet heeft niet. U mijn ring gepakt? Ik? Wat moet ik met u... Hij lag hier net nog. Hoe kan dat nou? Heeft u... U heeft mijn ring gejat. Hij heeft mijn ring gejat. Politie, rustig maar. Hij heeft mijn ring gejat. Ik zit hier te praten en het is een hele nette meneer. Dat moet mij weer overkomen. En die heeft mijn ring gerold. Hier, van de bar af. Nu weet zeker dat u zich niet... Ja, ik kan me niet vergissen. Hij zat er de hele tijd aan te gluren. Hij lag hier, toch? Het komt allemaal wel goed, mevrouw. Ik ga meneer hier fouilleren. Ja, oké. Het komt allemaal goed. Ja, als ik gaat maar terugkrijg. Gaat u naar mij? Nee, dus. Ja. Ik ga maar mee. Zag u dat? Ik heb hem, heren, het spijt me verschrikkelijk, ik heb hem gevonden. Het spijt me. Dank voor uw medewerking, meneer. Het spijt me, cowboy Henk. Ja! Nee. Sukkel. Nou, hier is je bevel tot huiszoeking, maar probeer hem niet te gebruiken. Hè? Ik bedoel, jij gaat daar naar binnen, jij pakt het pistool, man boos, man koopt nieuw pistool, man van boos tot bozer, pief, paf, poef, knal, boom, explosie. Oké, ik ga erheen. Kijk, dat bedoel ik. Ik val. Ik zat die aantekening van toen nog eens door te nemen. Die twee die zaten dus bij elkaar op de middelbare school. Ja, ja. Maar het staat hier dat Marcel Dijkstra en het slachtoffer, die kenden elkaar. Ja, nou en? Ja, dat is toch onzin? Dat zou betekenen dat hij zijn eigen vriendin zou hebben. René, nogmaals bedankt. René. Dat is helemaal niet zo gek. Wat kom je hier doen, welzijnswerker? Moet ik soms met hem gaan praten? Het zou mooi zijn. Nooit van mijn leven praat ik met dat soort uitschot. Maar de jongen heeft het ook niet makkelijk gehad. Maar hij weet toch niet wat het is om Annemiek te moeten missen? Dat weet hij wel. Zo ga jij je er ook niet te gaan bemoeien. Hij hield ook van haar. Ben je gek geworden? Annemiek was verliefd op die jongen. Het wordt tijd dat het eindelijk eens tot je doordringt. Jij houdt je bek. Meneer Schipper, word nou eens wakker, hè. Uw vrouw heeft er van alles aan gedaan om u tegen uzelf in bescherming te nemen. Ze heeft ons zelfs een briefje geschreven. Ja, mijn winkel uit. Ze was stapelgek op die jongen. Houd toch op. Toen het allemaal gebeurde, wist je van niks. Nee. En waarom niet? Omdat Annemiek dat allemaal voor jou geheim moest houden. Elk vriendje was een probleem voor je. Hij heeft dat toch vermoord? Het was een ongeluk. Een ongeluk? Hij is toch hier gekomen om dat te vermoorden? Die jongen heeft al die jaren zijn mond gehouden. Snap dat nou? Omdat het een ongeluk was. Ze wilden samen weglopen. En daar hadden ze dat geld voor nodig. Het is allemaal fout gegaan. Ze hadden het geld toch ook kunnen vragen? Had je het er dan gegeven? Waarom vertel je me dat nou pas? Maakt het uit. We moesten verder met ons leven. De schipper, dat wapen. Ik heb geen wapen. Nee. Ook niet onder de toonbank. Sluit langer. Oké, bedankt. Meneer, die brief. Die was niet van mij.
Hey. Hoi. Waarom heb je eigenlijk nooit verteld dat jij en die dochter elkaar kenden? Ja, dat is mijn zaak. Dat... Dat maakt er toch niks uit. Het was toch ook een ongeluk? Je moet ook ophouden om jezelf te straffen, toch? Ja, dat zeg ik ook. Het is de laatste dag binnen. De eerste dag buiten. Ja. Hé. Hey. Maak wat moois van. Hé? Oh ja, dat zal ik ook zeker doen. Marcel. Zit te denken, hè? Zou het geen goed idee zijn als wij twee samen naar die oude zouden gaan, weet je wel? Gewoon om iets te zeggen. Om iets te zeggen? Ja. Wat? Nou, het spijt me van de dood van je dochter. Het was een ongeluk en... Het spijt me? Ja. Dat moet ik tegen hem gaan zeggen. Was toch ook een ongeluk? Nee, goed. Prima. Zodra ik hieruit ben, ga ik meteen bij hem langs. Nee, ga ik hem wacht nou. Hey. Hoeft niet, laat maar. Je laat het zitten. Je gaat lekker je lange reis maken. Komt allemaal goed. Succes. Tot ziens. Het is weer raak. Meisje met een gebroken arm. Een bejaarde met een hersenschudding. We gaan de goede kant op, dames. En? Is het kwaad bezworen? Ja. Mis nog één ding. Van wie is die brief? Mevrouw Schippers suggereert Marcel Dijkstra, maar... Ja, maar dit is een poststempel van Amsterdam. Die Marcel Dijkstra zit toch in heel goed waard? Ja, zou hem meegegeven kunnen hebben. Ik hou niet van losse eindjes. Ja. Dit handschrift is volgens mij van een vrouw. Was er niet nog een collegaatje van het meisje? Het vriendje van jou verdient je helemaal niet. Volkomen gelijk, Paul. Doei. Ja, het is heel goed dat u zo bezorgd was, maar waarom pas nu? Waarom niet toen? Ik hoorde dat Marcel zou vrijkomen. Die staat niet verder. Ja. Ze was mijn beste vriendin. Ik vind papa. Ze vertelde me alles. Mm-hmm. Ja, maar ze had haar moeder toch ook alles toevertrouwd? Die wist ook van Marcel, toch? Heb je nog wel eens contact met hem gezocht? Nee. Nee, niet nadat... Wat was het eigenlijk voor jongen? Was het een aardige jongen? Ja, heel aardig. Hij hield van haar. Verschrikkelijk veel. Ja, hoe aardig ben je als je een overval beraamt, hè? Ze hadden het samen bedacht. Annemiek haatte de vader. Nou, volgens Frits Schipper hield ze juist hartstikke veel van hem. Ze hielp hem bij het openmaken van de winkel als hij weer bezopen was. Hij kon zijn handjes niet thuis houden. Nee. Sloeg hij er? Nee. Dat andere. En Marcel wist dat. Bedankt. Paul. Hey, waar zit je? Marcel Dijkstra? Ze belt net, ze hebben hem 30 minuten vrijgelaten. Wat? Vuurgevaarlijk? Shit. Ik stuur meteen versterking, ja. Paul, hey, kijk wel uit, ja? Heel rustig blijven. Komt allemaal goed.
gewoon rustig naar mij blijven luisteren. Dan gaat er niks mis. Het is allemaal de moeite niet waard, jongen. Rustig maar. Kijk me eens aan. Kijk me eens aan. Kijk me eens aan. Komt allemaal goed. Rustig aan. Rustig aan. Oké.